Agrariërs uit de regio wilden in Lochem een symbolische actie houden voor Bevrijdingsdag, maar kregen daar van de gemeente geen toestemming voor. De jongens hebben op eigen initiatief een beetje dat rondgedeeld wat ze van plan waren in die groep en dat het dus niet mocht. En toen hebben andere groepen gezegd van ja, maar hoes even, dat gaan we doen. En dus trokken donderdag honderden agrariërs in ruim 200 trekkers naar een erf in het buitengebied van Mariënvelde. We staan op een weiland achter een boerderij, ver van de grotere wegen af. We vallen niemand lastig. Grote voertuigen, grote afstanden, geen evenement, geen toiletwagen, geen snackvoorzieningen, niks. Gewoon met de jongens en de dames die erbij horen en dan gewoon iets moois neerzetten. Nederland werd 75 jaar geleden bevrijd. Groningen was de laatste provincie die door de geallieerden verlost werd. Dit was een heftige strijd met veel slachtoffers. Vanavond herdenken wij deze slachtoffers. Maar hoe deze strijd nou precies is gegaan, daar kan oorlogshistoricus Joël Stoppels ons meer over vertellen. Jij hebt mij gevraagd om hier af te spreken, hè, met het oog op de bevrijding. Waarom hier? Nou ja, dit is eigenlijk de plek waar de Canadezen binnenkwamen op vrijdag 13 april 1945. En hier braken ook de eerste zware gevechten uit voor de bevrijding van de stad Groningen. Men of an Ontario Infantry Battalion and a Western Tank Unit attacked the Dutch town of Groningen. Wat gebeurde hier dan? Nou ja, die Canadezen kwamen hier met tanks, kwamen ze hier de stad binnen. En toen werd er al heel snel gevochten. Er werd één tank uitgeschakeld, waarbij de eerste Canadees sneuvelde voor de bevrijding van de stad Groningen. En toen is men die vrijdagnacht de hele nacht bezig geweest om huis voor huis te zuiveren. Waarbij soms de burgers in de kelder zaten en voor in dat huis Engels hoorden praten en achterin het huis Duits. Tijdens de dansjes zeggen we en dat denken we dat het exactje van men weer die in de voorbij kwam, die ik vol vreugde dat de dans bij die en ik Geert Elzinga. Dus volgens mij is heel duidelijk dat die er echt op steert. Dat zelfs vast nog in de bestreemde mensen wijzen die dat filmpje zien en die het nog wel meer herkennen van het volk wat er danst. En dat ben ik zover, ik ga wel een beetje in de schering nemen. Misschien komt Detroit nog wel een beetje contacten los. Oer het gebeuren van het feest hier, van het bevrijdingsfeest in de bestrijding. Dat zou ik wel heel prijs stellen dat mensen er nou even iets van onvullen kennen van deze verhalen. De aanleiding van het dansje, ja, ze hadden natuurlijk een enorm feest. En daar trof ons mem, een hele aardige Canadese soldaat. En daar rekken ze mij ook een dansje. Er stond een boompje bij ons in de straat. Zoiets, zo dik. En ik heb dat boompje omgezaagd met een zaag, een zaagje uit een hamertje tikdoos. Je kent dat wel, die speelgoed, hamertje tik. Vlak bij de grond, de knokken die waren echt helemaal opengeschaafd. En ik weet wel dat ik er heel lang over gedaan had. Maar ik wilde dat boompje voor mijn moeder, want dan hadden we weer wat voor de kachel. Op 9 mei 1945 reden precies hier door de Maudelstraat de Canadezen binnen. Daar werd drift naar gezwaaid, er stonden allemaal mensen langs de kant. En dit is exact de plek achter mij waar we die Canadezen wagens langs zien rijden. Het gaat hier om heel bijzonder en uniek materiaal, weet ook archivaris Jan Buskus. Wat we in de film allemaal zien is burgemeester Elze die terugkeert in Naaldwijk. We zien de Duitsers nog door het beeld rijden. Die moesten eigenlijk al weg zijn, maar reden nog door het beeld. We zien het kaalknippen van de moffenmeiden, zoals ze toen genoemd werden. En we zien natuurlijk de optochten. De naadwerkers hebben heel hard gewerkt om toch een praalwagentje te maken. En we zien een optocht waarin 70 deelnemers deelnemen aan die bevrijdingsoptocht. 75 jaren zijn inmiddels verstreken. Nog steeds straal ik, maar nu aan een gebroken hemel. Ik kijk naar beneden en zie een 16-jarig meisje, volledig verslagen door het ongeloof. Lopend op diezelfde grond, omgeven door vele zielen. Maar ik weet dat het vertrouwen in u nergens sterker was dan daar. Maria van Boeren. Douwe Visser. Johannes Glas. Klaas van Dijk. Jacques Terwischa van Scheltinga. Germ Ronner. Piet Eekhoff. Gerrit
van Wageningen. Welkom bij deze livestream van OPO Tehuizen Maastricht in samenwerking met RTV Maastricht. Deze livestream duurt 40 minuten en tijdens de livestream kan het publiek thuis in de opmerkingen vragen stellen aan Joep die we na afloop gaan beantwoorden. Ja, opvallend dat jij zegt van mensen die niet in vrijheid kunnen leven, dat je daar zo hard voor maakt. Want dat komt voor jou denk ik dan, is een soort een stukje identificatie dat je dat kan voorstellen vanuit jouw familiegeschiedenis, dat dat verschrikkelijk moet zijn. Ja, zeker. Ik merk dat voornamelijk ook heel erg nog bij mijn opa en oma natuurlijk. Ze hebben dat heel kort op zich meegekregen. Waarbij mensen onderdrukt werden, alleen al voor een bepaalde religie. De inname van vliegveld Valkenburg leidde tot heftige gevechten, maar ze mislukten. Het offensief van de Duitsers werd gebroken. Daarbij kwamen wel talloze Nederlandse jonge soldaten om. Veelal gelegen in de Morsportkazerne in Leiden. Veelal jonge, weinig ervaren recruten. Reeds binnen een jaar wist de gemeente Oegstgeest, destijds houder van dit grondgebied, een oorlogsmonument te laten plaatsen met de namen van 51 gevallen soldaten. Er wordt uit dankbaarheid en respect een krans gelegd door alle burgers, jong en oud, van Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Katwijk.